VV Gesloot, een voetbalclub in het Hoge Noorden. Wij stellen hen de vraag of zij ook duurzaam zijn. Wij hebben deze vraag aan de voorzitter gesteld. En dit was zijn antwoord. Nou, of we duurzaam zijn? Een goede vraag. We zijn wel met veel dingen bezig. En ik zou zeggen, beoordeel zelf. Oké. Zelf beoordelen dus. Jullie voetballen. Geweldige passes. Leuke reddingen. Prima aannames. Maar is jullie club dan wel CO2-neutraal? Kijk, het mooie van deze club is dat wij CO2-neutraal zijn. We hebben geen kunstgras, echt gras hebben. En dit gras neemt zoveel CO2 op dat we neutraal zijn. Oké, prima. Leuke goal trouwens. Maar ik vraag me af hoe jullie het laten zien. Aha, schapen. Jazeker, wil je een beetje goed zijn voor het milieu? Dan moet je onze natuurlijke vrienden gebruiken, de schapen. En die houden het veld lekker kort. Oké, maar wat doen jullie dan nog meer dan? Nou, om energie te besparen hebben we de 2 gasboilers uitgezet. En geen water meer doorheen. We wassen ons nou echt zoals we vroeger deden in de bittere kou. Wassen in de sloot. En in de kantine hebben we ook maatregelen genomen, zodat we daar ook lekker en warmpjes bij kunnen zitten. Ja, dit doen we allemaal voor de club. Ja. Allemaal voor de club. Ja. We leveren allemaal kilo's in voor het milieu. Jullie zijn duurzaam bezig en besparen veel energie. De besparingen zijn niet van deze tijd. Wat jullie nodig hebben is een zonnebuiler en zonnepanelen. Wil je ons bevrijden? Stem dan op VVV Gersloot.